staan hier bij El Casa Loco. Oftewel, dit is het studentenhuis waar we de serie hebben opgenomen. Het is een serie dat eigenlijk alle problemen waar studenten tegenaan lopen weergeeft. Bijvoorbeeld arbeidscontracten, stel voor je bent ziek, je wordt ontslagen. Wat moet je dan doen? Ongewenste intimiteiten. Dat kan ook een ander thema, maar... Ja, eigenlijk allerlei thema's waar studenten tegenaan lopen. Sterre, als je je rug iets rechter houdt, dan voel je die energie vanuit je enkels naar je kruin stromen. Heel goed. What the fuck, Sterre, doet hij dat altijd? Zo aan je zitten. Het heeft eigenlijk drie lagen. Het heeft een laag in het directe onderwijs. Het heeft een laag om interfacultair samen te kunnen werken. En als derde laag, en dat vind ik eigenlijk misschien wel de belangrijkste, is echt voor de academie. Het is een platform waarin je academische discussies aan de orde kan stellen. Die eigenlijk niet bij één specifieke faculteit thuis horen. Maar denk bijvoorbeeld aan iets als integriteit of inclusie. Wat betekent dat? Of duurzaamheid. Dat heeft zowel recht als economie als filosofie. Dat kan je allemaal... En dat zijn mooie thema's waar je een serie over kan maken. Maar uiteindelijk wil iedereen natuurlijk gewoon weten. Gaat Sjoerd nou wel of niet wat krijgen met Sterre? Ster. Ster. Chick! Het doel ervan is toch wel om aan te haken bij die belevingswereld van de studenten. Om ze wat om de intrinsieke motivatie een beetje te stimuleren. Maar ook gewoon om het online onderwijs wat leuker en engaging te maken. Van hey, ik kijk nog even een serie. Daar worden wat thema's in behandeld. Waarin je denkt van hey, nou... Hoe zit dat precies met het contractrecht? Als ik een 0-uren contract heb en ik word ontslagen. Nou, en daaronder komen dan wat inhoudelijke kennisclips van onze hoogleraar Ruben Houweling. En die legt dan goed uit van oké, hoe zit dat in elkaar? Dus daar zit die verdieping dan in. Hij heeft over mijn laptop heen gekotst en over mijn broek. Nu is mijn hele laptop naar de kloten. Die is toch van school? Ja. Nou ja, een beetje. Ster mag misschien van God los zijn, maar ze kan in ieder geval regelen dat ding wordt gefixt. Ik bedoel, dat is nooit via de verzekering of zo? Nou, we hebben nu de Casa Loco serie en de inhoudelijke clips hebben we gebruikt in het bachelorvak van arbeidsrecht. Nou, dat is zojuist afgerond. En in de week van 22 maart hebben wij vakpanels. Die hebben we altijd al. Dat is voor de voltijdstudenten en de deeltijdstudenten. En daar gaan we terugblikken op de gehele opleiding. Het gehele vak. Nou, dat is een ideaal moment om ook aan de studenten te vragen... Hey, wat vonden jullie nou van die serie? Wat vonden jullie nou van die webcast die we hebben ontwikkeld? Dus dat is een eerste meetmoment. Daarnaast willen we gewoon een oproep doen voor een focusgroepje. Van hey, studenten die het hebben bekeken en erover mee willen praten... en eventueel over wat er beter kan. En daar dus een groepje voor realiseren. Heb je dingen waarvan je zelf misschien in je studentenleven ook wel eens tegenaan bent gelopen? Waarvan je denkt, oh, misschien kunnen we dat nog in de serie behandelen hierna? Ja, hoe ga je om met stress? Te veel stress, te veel druk op je, je wil presteren, je wil eigenlijk leuke dingen doen. Ik denk dat dat ook wel echt een thema is. En sowieso hier in Rotterdam, gewoon mentaal welzijn, een beetje weerbaarheid of zo. Ik denk dat ook wel iets tof zou zijn. Nou, belangrijk voor een vervolg van Casa Loco zijn denk ik drie dingen. Eén, vinden studenten dit van toegevoegde waarde? We kunnen dingen doen omdat ze leuk zijn, maar het moet ook toegevoegde waarde hebben. En dat moet niet alleen blijken van kijken ze het veel, maar leren ze er ook wat van. Het tweede is dan natuurlijk gewoon dat is helaas ook zo, een kosten-batenanalyse. Van ja, hoeveel tijd en energie kost ons dit en middelen? En moeten we dat erin steken? En drie, houd daar een beetje verband mee, kan je ook naar schaalvergroting gaan. Want we hebben nu heel gaaf een pilot in Rotterdam. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Maar het zou wel heel mooi zijn als dit gewoon een landelijk product wordt... waar over een jaar of drie, vier iedereen zegt van... heb je het laatste seizoen van Casa Loco gezien?